Deze aflevering van Praten met Dalfsen is mede mogelijk gemaakt door Café Restaurant Zalen Kappers de Hoornhorst. Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier, gastvrij sinds 1860. Dat was een broer van u. Een broer van u, ja. Die is in Indië overleden, hè? Dat weten wij van de herdenking eigenlijk, hoor. Ja. Hoe oud was die toen? Die was toen 22. Is er nog later naar Indië gegaan, omdat ze eerst die school al gemaakt hebben. Ja. Wanneer was hij? In die 48. 48? Ja. Hoe ging dat toen dan? Hoe kreeg je dat bericht van dat hij overleden was? Dat was heel triest. Dat was op kerstdag. Dat en weer weinig nachtmissen was. En mijn vader ging de Groene Hoogmis. Dat was dan een mis later weer. En toen was onderweg, halfweg naar de kerk. En toen kwam de persoon tegen op de fietsen. En die was ook wel door de burgemeester. Okay. Die dan overleden was. Ja, ja, dat ging via de pastoor. Ja, via de pastoor. En toen is in de middelste termijn, zeg maar, tegen 11:30 kwam de burgemeester en de vrouw. Maar de pastoor die kwam tegen uw vader onderweg vertelde? Ja, de burgemeester en de pastoor is ook wel tussen. Ja. Nou, het was geen kerstmis meer. Nee. Want die waren toen, hoe oud bij toen zelf? Dat was 48, dus 28. 28, ja. En die waren toen nog, woonde die toen ook nog thuis, zeg maar? Ja, ja. Ja, ja nee, toen waren we getrouwd. Ja, ja, maar toen je trouw bent, toen woonde die ook op de Zwarte Weg. Ja, woon ook, ja. Dus jullie woonden bij je vaarmoe? Ja. In of bij? Ja, bij. Ja. En elk jaar, dan is er nog de herdenking? Ja. Daar gooi je ook elk jaar naartoe? Ja. Ik heb een gemeente bericht. Ja. En, Er is tegenwoordig meer aandacht voor dan in de jaren 60, ja, 70? Ja, in de eerste jaren helemaal niet. Nee. Maar die aandacht is hergekomen toen die oude veteraan begon met de oprichting van een herdenkingsplek. Ja. Ja, want in de jaren 60 en 70, toen waren er eigenlijk weinig over gepraat. Hè? Want de Nederlandse rol was niet zo best in Indië. Nee, zijn en toen. Denk ik niet. Maar daar heb ook nooit iemand van de Defensie West of van het Rijke West bij ons. Nee? Nee, nooit. Het is bij een telefoontje gebleven? Ja. Ja, dan moet je dan een bericht. Met uw leedwezen geven bij uw kennis. Ja. Dus Doris, je bent in 1920 geboren. Dan ben je hier naar de legerschool gegaan in Hoornhorst. Die was toen net nieuw. Ja. 1922 gebouwd, dat je net zegt. Ja. En door naar... Wat heb je dan naar de legerschool? Nou, toen ben ik de studiebrief. Ja. Moet ik aan het werk. Trekken met 12 jaar al? Ja, met 12 jaar ben ik trouw begonnen, ja. En toen was studiebrief, toen moest ik aan het werk. En toen ben ik, want de knecht die ging weg. Nou, en... De knecht ging weg omdat hij thuis kwam? Omdat ik thuis kwam, ja. Ja. En het was crisisjaar, dus... Ja. Ik kon de best... 32? Ja, 32 was het. Nou, en toen dus, toen ben ik dus... op boerderij gaan werken. Ja. Nou ja, en toen het eerste wat... Toen ben ik 16 jaar, toen ben ik aangesloten bij die jongerenbond. Toen
was een vereniging van jonge boeren. Maar ja, er zaten ook net zo goed andere jongens af. Ja. Maar het was de Ieners Jongelingenvereniging, dat ik zo maar denk, de jongensvereniging. Oké, okay, hier in Woonhorst? Hier in Woonhorst, ja. Dat was de JWTB. Ja. Ja, toen ben ik aan de Revering gegaan. Toen kreeg ik mijn tolle peert moest weg en ik kwam een ander weer. En toen vroeg ze of ik niet aan de Revering was. Nou, als je jong bent, dan nu toe, dat wel wat. Ja, dat was, dus toen ben ik toen aan de gang. Hier ben je ook in Woonhorst? Ja, bij de Bergruiters. Bergruiters. Ja. En welke peert nam je dan mee? Mijn eigen peert, ja. Werkpeert? Ja. En maar de werkpeert leuk ook springen? Of? Ja. Ook, ja. Ja? Ja. Ik heb bij werkpeert eigenlijk altijd het idee dat ik van die dikke steen. Ja, nou, dat hou ook. Je kan ook een soort eerste peertje over een zware belt. Ja. En, goed, ja. En dan sprong je ook mee? Nee, toch niet. Die heeft nooit van gebloed. Oké. Okay. Maar zo'n andere bende was meer een echte luxe peert, een Veldersen. En daar heb ik toen gereden, ja. 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 Dus dan ging je mee ook naar concours toe? Ja, we gingen naar concours toe. En zo weer bent naar een keer. We gingen meestal weer aan de start in Bietwente, voor de Bietwente. En dan gewoon weer de Allenberg, hoe vaak het concours had. En Weersro. En hoe gingen jullie daar naartoe? Toch niet met vlak? Met de auto van die dingen, ja, die ooit in Om. Rom. Steerman. Yeah. Die was door, dat was een transportbedrijf. Yeah. En die had een wagen, een oplegger. En die reed. En dan kon de peer allemaal, alle achterkonden erin. Ja, en die wou een keer met naar Eindhoven geweest. Eindhoven? Ja. Er was met het zoveel jaren bestaan van de Rabobank. Ja, die zat in Eindhoven. En we waren toen met concours, waar we in Twente waren we nummer 1 won. Dus, en die mocht met. En wie was dan eigenlijk? Dat was van de kring dan, hè? Hij had dan al het achttal of zo? Achttal. Ja. Achttal. Achttal van Hongers van kampioen. Ja. Ja. En toen woon Eindhoven best, zeg maar. En toen was het dus. Je won dan bekostigde de Rabobank, de kerst, subsidie van. Woon Nederland. Ja. En hoe werkt zo'n achttal? Zo'n achttal. Dan hoeven we zeg een stukje dressuur uit. Ja. Met acht, met z'n acht. Met z'n acht naast elkaar of achter elkaar? Nee, dat is uit verschillende dingen. Ben Jan. Jan, zeg maar, die kwam, zeg maar, ik kon, stel nou eerst met uw achten op. Ja. Nou ja, en dan was het meestal van hand veranderen. Dus dan dreef je peer een kwetslag en dan ging je de route ging je dan. Die butties, die gaan de route aan. Ja. Nou, die gooi je rond erin. En op geen moment dan moest je splitsen. En dan kwam je weer op geen moment bij elkaar en dan gooi je de met z'n tweeën dus middenpad, hè. Ja. Nou ja, en dan gingen we op het einde weer uit elkaar. Ja. En dan moest je vaak een folder in, dus een ring van ongeveer 3 meter dus neer. Ja. Die moest je dan allemaal technieken maken, dus dan had je een veertal, uit twee veertal. Weet je wel, ja. Je splitst. Ja. Dus hij twee keer veer en dan maak je folders door. Ja. Nou ja, en dan kwam je weer de baan en kwam je weer bij elkaar. En dan vaker deed je op de hoek. Zijn, zeg maar, dan moest hij van hand veranderen op de hoek. En dan ging hij, en dan moest hij, en dan moest hij richting de butties. Die waren allemaal gemaakt met, ik weet het allemaal niet meer, maar gewoon met een letter. Ja. En dan moest hij de rie van dingen richting D bijvoorbeeld. Ja, ja. Dan ging hij, maar dat was diagonaal. Ja. Dus dan ging hij weer op die hoek. Die handen kwam van die hoek. En dan ging hij nummer door elkaar heen. Ja. Nou ja, en dat konden jullie goed. Nou ja, ja. Nou ja, wie waren er nog meer bij toen, van hoe achttal, ja. Zeg maar, of weet je het niet meer? Ja, ik weet het wel, we waren er allemaal bij, we waren Diepmans, van Diepmans waren er bij, twee stuk of twee of drie, en we waren, welke Diepmans? Van Boerenbelt, en dan van, Jan. Hier van Gerrit Diepman, en Hein, ja, dat was Hein bij en zo, ja. Ja. Ja, kijk, we waren daar weer bij de Middenwesten, Ine van Almes.
Ja, ik weet wel. Voor de meerbie, maar ik weet niet of die toebie waren. Nou ja, maar... Ja, bij de klink, van klink. Oh, bij de klink. Ja. Ja. Maar goed, allemaal mensen die heel bekend zijn in Noord-Oost. Ja. Die waren toen al aan de peerclub. Ja. Want toen waren je, hoe oud was je toen? Toen was ik... Toen door de wedstrijd was het meer van het laatste. Oké. Okay. Toen waren we alleen in de 20. Ja. Ja. En nog even terug, 12 jaar ging je van school af. Dat kunnen we ons nu ook niet meer voorstellen. Maar toen moest je dus nu ben je gewoon een werknemer bij je vader in feite. Ja. De knecht die moest eruit. Ja. En die moest dus het werk doen wat de eerste knecht deed. Ja. Maar die knecht, daar was denk ik een volwassen... Ik had het eerste werk bij. Ja, wat moest je dan, zo doen als kind van 13? Nou, ik moest wel boven de groepjes meest. Ja. En dingen zo. En dan, vaker zeg maar, met Piet Vaar, dat mocht ik ook meestal op mijn vader de schoorste wijn toe. Hè. Ja. Zeg maar, en wat is er nog meer? Voeren, koen voeren, varken voeren, naar het land toe, jappenpot en later wie, een vuurjaar zeg maar. Ja. Nou ja. Jappenrooien. Jappenrooien later weer, ja. In de huis, ja. Met de grepen. En melken ook of nog niet? En melken natuurlijk, dan moest je uit de honger aan de school. Toen je op school zat, dan moest je al meer melken. Ja, ik leer niet melken. Ik wil zeggen, daar heb je kracht genoeg in de hand om die melk te doen. Nou ja, je mist al bij de makkers een boom. Ja. Als je echt een koe niet. Tegenwoordig is zo, als je een koe hebt die zo melk, die roept zo gewoon op. Ja. Die is niet bruikbaar meer. Ja. En dus, maar dat was toen heel anders, zeg maar. Yes. Ja, die ging naar Hoevaar. Ja, ja. Die scheurde die deur naar Hoevaar. Ja, ja. Of een last op koe of zo. Dus, ja. Toen kreeg ik oproep voor dienst. Ja. En toen waren we in de deur bij de. Ik ben een 4e regiment, veldartillerie. Ja. Yeah. En ik had een oproep in huis van 24 juli. En toen brak in mij de oorlog uit. Nou ja, en toen was er geen Nederlands leger meer. Dus hoe moet ik die op te komen? Nee. Je bent wel goedgekeurd, je bent inderdaad. Ja. Maar in zekere zin eigenlijk geluk dat de oorlog. Ik moest er eerder toe. Door de Roeminiedendienst. Nee. En ben je later ook in de oorlog niet opgeroepen voor de Duitsers ofzo? Nee, ik heb al die vliegen, zeg maar, ik ben er al die onderdeur gekomen. Ja.